Beste leerlingen, namens mijn collega's, de heer Lems en de heer Kosterink, heet ik jullie van harte welkom op deze video over de eerste periode toets over arm en rijk. Goed dat je even kijkt en luistert. Verwarring alom, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, doen we niet of doen we wel? We doen het eigenlijk in de basistoets, want er staat niet zo gek veel in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Hier zie je de hoofdvragen van de eerste twee hoofdstukken. De eerste hoofdvraag van het eerste hoofdstuk is: hoe zijn de economische, demografische en sociaal-culturele kenmerken aan weerszijden van de Mexicaans-Amerikaanse grens te verklaren? Nou, de verklaring zit in het centrum-periferie-model en dat doen ze pas in hoofdstuk 4. Dus wat dat betreft is dit te vroeg. En het tweede hoofdstuk zegt vooral: hoe zit het nou met die migratie? Nou, die migratie die echt veel complexer dan dat zij het voorstellen. Dus wij zijn het helemaal niet eens met hoofdstuk 2. Waarom is nou die migratie naar het centrum vanuit de periferie een feit? Dat komt door goedkope arbeid. Het centrum wil die mensen eigenlijk wel, goedkope arbeid. En er is maatschappelijke onrust rondom die migratie, want sommige groepen willen we niet. De periferie die heeft er een belang bij, want dan worden de mensen rijker en kunnen geld gaan zenden naar hun familie, krijgen in die landen betere kansen. Maar tegelijkertijd verliest het land natuurlijk ook gewoon een heleboel goede mensen. En dat is eigenlijk kort samengevat het eerste en het tweede hoofdstuk. Waar ze in het eerste hoofdstuk ook nog wel op ingaan, wat denk ik wel interessant is, is vrijhandel. Wat is nou vrijhandel? Er is een verdrag tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico, dat ze vrij met elkaar handelen. Nou, echt vrij is het niet hoor. Want het is vooral een handel tussen centrumlanden, die allemaal denken, Mexico is geen centrumland. Maar sommige mensen in Mexico zijn zo rijk, die kunnen nu vrij handelen met alles in de Verenigde Staten en Canada. En niet alle mensen in de Verenigde Staten en Canada zijn rijk. Dus wat dat betreft is het meer een soort vrijheid van geld en macht en middelen. Maar niet voor iedereen is het vrij. En als het gaat om migratie, dan zijn het eigenlijk helemaal tegenwoordig de Mexicanen niet die naar de Verenigde Staten proberen te komen. Het zijn vooral de mensen uit Midden-Amerika en een aantal mensen uit Zuid-Amerika die heel arm zijn en die proberen dan door Mexico in de Verenigde Staten te komen. Dus er zijn veel misconcepties over, er is ook veel desinformatie. En er komt nog bij dat veel van de Mexicanen die bijvoorbeeld hier wonen, die wonen er al gewoon een paar honderd jaar. Sterker nog, dit deel van de Verenigde Staten is veroverd door de Verenigde Staten op Mexico. Dus goed om dat even te weten, maar uiteindelijk is het niet iets om een hele periode bij stil te staan. Toch nog even naar Mexico kijken. Mexico is toch wel, als je naar het exportpakket kijkt, elektronica, zijn dingen die daar dus in fabrieken gemaakt zijn voor de andere markt. Dus niet voor Mexico zelf, maar voor juist van de Verenigde Staten en Canada. Auto's, auto-onderdelen, zijn vaak Amerikaanse bedrijven die daar zitten of mensen uit Japan en die laten daar auto's maken. Dit is typisch perifeer. Medische instrumenten is typisch centrum. Dat is natuurlijk wel hoog kennisniveau. Hier nog wat metalen, fruit, alcohol. Dat is weer perifeer. Meubels, dat is semi-perifeer. En zo kun je toch wel zeggen, dit is toch over het algemeen het typisch exportpakket van een semi-perifeer land. Misschien ook nog even over migratie, even terug naar de onderbouw. Er zijn altijd pull- en push-factoren. Je kan kijken naar de economie. Waarom ga je weg? Je hebt geen werk, je loon is te laag, je arbeidsomstandigheden zijn slecht. Waarom wil je ergens naartoe? Het tegenovergestelde, daar is wel werk, je verdient beter en de arbeidsomstandigheden zijn ook beter. Politiek kan het zijn, je wordt bedreigd en aan de andere kant kan je veiligheid krijgen. En dat is overigens een typische vluchteling die asiel zoekt. En die andere is natuurlijk, die economische vluchteling wordt gelukszoeker genoemd. Hè? Sociale migratie, je familie woont er al, dan wil je daar ook heen. Dat speelt heel veel bij mensen uit India en Pakistan en de UK, het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn vaak mensen die in beide landen wonen. Goed om even mee te nemen en verder gaan we niks met hoofdstuk 1 en 2 doen. Dit is de checklist. Ik ga niet met je doorlopen, maar ik wijs er even op dat die bestaat. Dus ga hem opzoeken, hou hem erbij, ook als je het filmpje kijkt. Maar doe het niet vanaf het filmpje zelf. En achter de checklist zit de geografische werkwijze. Ook daar willen we op wijzen. Heel belangrijk dat je dat altijd bij een toets erbij krijgt en dat je het eigenlijk altijd wel moet gebruiken. Dus als je het schaalniveau vergeten bent, wat is dat? Dan lees je het even hierboven. Ben je vergeten welke dimensies er ook weer waren en wat het ongeveer betekent, dan lees je dat hier.
Vraag je je af hoe je een 2 of een 3 punt vraag moet beantwoorden, dan lees je dat daar. Goed, de hoofdvraag van het derde hoofdstuk. Hè? Hoe zijn de eigenschappen en de beperkingen van economische, demografische en sociaal-culturele factoren, hoe kan je dat nou gebruiken om het ontwikkelingsniveau in landen te vergelijken? Ze zeggen eigenlijk van, hoe kan ik nou de indeling centrum, semi-periferie, periferie doen aan de hand van demografie, aan de hand van economie en aan de hand van cultuur? Nou, daar hebben we natuurlijk wel het leeuwendeel van onze lessen aan besteed. En ook de basistoets sociale geografie gaat er voor een belangrijk deel over. En wat je inmiddels hebt gedaan in hoofdstuk 3 ging daar ook over. Dus dat is denk ik heel duidelijk. Ik kom even een nieuw begrip, hè, wat nog niet volgens mij in een van die toetsen stond, maar dat is de Human Development Index. En dan weet je dat je kijkt naar 3 dingen. Het BNP per inwoner, dat hebben we allemaal wel behandeld. Maar ook hoe oud iemand wordt, dus hoe goed is de gezondheidszorg, is er voldoende voedsel en hoeveel onderwijs is er in zo'n land. Nou, dit zegt dan iets over de Human Development Index. En je snapt ook wel dat in centrumlanden dit beter voor elkaar is en in perifere landen slechter en de semi-periferie zit daar een beetje tussenin. Hier kan je dat ook zien, hè? De Nederland, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, hoge BNP's, hoge levensverwachting en een groot aantal jaren op school. De perifere landen onderaan, Gambia, India, alle indicatoren laag. En de landen daartussenin, ja, die zitten er dus ook weer tussenin. Een leuk kaartje, wat ik je niet wil onthouden, dat is een zogenaamde anamorfosekaart. Wat is dat nou? Ja, dan kloppen de vormen dus niet. Anamorfose betekent gewoon van ja, dat de vorm afhankelijk is van wat het voorstelt. Hier gaat het om het BNP per inwoner in de wereld. Nou, je ziet wel, Europa is erg opgeblazen, dus we hebben een heel erg BNP. En Afrika is heel erg in elkaar geschrompeld, dus er is heel weinig BNP. En zo zie je een beetje hoe de verhoudingen liggen. Wil je de wereld als systeem begrijpen, dan kijken we tegenwoordig dus vooral naar het centrum-periferie model en onder andere ook naar demografische transitie. Maar oorspronkelijk is er natuurlijk een koloniale en een decoloniale tijd. De koloniale tijd zie je dat er veel koloniën in Afrika zijn, een aantal koloniën hier. En als je nu kijkt naar de huidige verhoudingen, dan zie je die nog steeds terug. Kijk, dit is dan een indeling, altijd arbitrair. Want is het nou semi-periferie of is het nou periferie? Maar men zegt, nou, hier heb je duidelijk de centrumlanden, hier heb je centrumlanden en hier heb je centrumlanden. Dit zijn de oude vestigingskoloniën natuurlijk van het Verenigd Koninkrijk. En de semi-periferie wordt dan gedefinieerd als grote delen van Zuid-Amerika, een paar landjes in Afrika, Nigeria, Zuid-Amerika, Rusland, inmiddels een beetje teruggevallen, denk ik, en hier grote delen van Azië. Je zou ook kunnen beargumenteren dat qua macht, qua politieke invloed en qua militaire invloed inmiddels China centrumland genoemd zou kunnen worden, maar dat is vanuit de politieke dimensie. En er zijn verschillende dimensies die je kan gebruiken. Waarom is Afrika nou steeds periferie? En wat is het overeenkomst met de koloniale tijd? Dat is dat nog steeds veel grondstoffen geleverd wordt. En ze zijn erg afhankelijk van de prijs van die grondstoffen, wat ze ervoor krijgen. Ze maken weinig spullen zelf, hebben dus weinig toegevoegde waarde. En dus hebben ze een ruilvoet die niet zo gunstig voor ze is. Dus op een gegeven moment daalt de koffieprijs. Nou, en dan kan je opeens, dan valt je inkomen enorm terug. Dat zijn dingen waar we nog wel in de tweede periode uitgebreid op terug gaan komen. Nou, de triade, hier heb je die kaart zichtbaar. Hè. Dit zijn de 3 grote handelsblokken. De triade, vroeger was dit veel kleiner en was het alleen Japan. Maar nu is het eigenlijk heel Oost-Azië geworden. China en een aantal andere landen die een behoorlijke groei doormaken. En dan zie je een beetje hoe de handelsstromen lopen. Hier wordt veel gemaakt, dus dan gaat het naar Europa toe. Hier wordt veel gemaakt en dan gaat het naar de VS toe. Er gaan wat grondstoffen vanuit de periferie naar dat plekje toe. Dat zijn de belangrijkste bewegingen in de handel. Nou, als je globalisering snapt en kent, dan kan je het ook hebben over het verschuiven van de economie. Het economisch zwaartepunt, een soort denkbeeldig aarde middelpunt van waar de meeste geld zit. Nou, hier zie je hem afgebeeld. In 1980 lag hij hier, omdat de meeste handel en de meeste geld eigenlijk hier zat. En gaandeweg komt dit gebied op en dan schuift dat economisch zwaartepunt dus op en ligt nu hier. En dat komt niet omdat het daar nou allemaal zit, maar het komt omdat het ook daar zit. Dus het krijgt een beetje een soort, dit is nu het midden tussen dat, dat en dat. Hè? Maar het is een abstract begrip. Het gaat erom dat global shift dus het verschuiven daarvan is. Wat gewoon betekent dat hier economische groei is
En hier ook. En hier heel veel. Dus het is niet zo dat wij armer worden, maar zij worden in een hoog tempo rijker. Nou, dit plaatje ken je ook uit de basistoets. Er is een arbeidsverdeling, die is in perifere landen nogal aan de primaire kant. Men doet daar aan grondstoffen en landbouw en visserij. En aan de centrumkant is er nogal tertiair, zakelijke financiële dienstverlening. Carterre sector niet apart genoemd, maar dat zit hier natuurlijk ook heel erg in. Nog wel industrie, vaak high-tech, kennisintensief, ingewikkelde dingen, medische apparatuur. En hier de primaire sector klein, maar wel heel erg productief. Heel veel geproduceerd in de landbouw. En de periferie en de semi-periferie die ertussenin zit, maar vooral deze sector een grote factor is daar. Maar ook de tertiaire sector en de primaire sector zijn nog niet weg. Nou, in de tweede periode gaan we heel veel extra begrippen leren. Maar nu beperken we ons even tot tijd-ruimtecompressie. Nou, belangrijk om te snappen dat dat niet alleen maar tijd is, maar ook kosten. Hier zie je het aandeel van de bevolking wat internet heeft. Nou, dat is enorm toegenomen. Dus communicatie kan heel snel. Vervoer kon al snel door vliegtuigen. En het kon ook goedkoop door hele grote schepen. Dat noem je schaalvergroting. Nou, je kan het op je gemak nog eens nakijken. Dan moet je het filmpje eigenlijk stilzetten, maar hier staat eigenlijk hetzelfde. Het gaat om de relatieve afstand, het gaat om kosten, het gaat om tijd. Staat hier netjes uitgelegd. Nou, gelijk met de economische veranderingen en de culturele veranderingen gaat ook de demografie mee veranderen. En hier wordt dat eigenlijk besproken. De demografische veranderingen als een soort gevolg van economische en culturele veranderingen. En dan moet je de lijntjes een beetje snappen. Het bovenste lijntje is het geboortecijfer, wat lange tijd hoog blijft en op een gegeven moment begint te dalen. Het sterftecijfer, wat eerst gaat dalen. De totale bevolking die toeneemt. Het geboorteoverschot. En hier, Duitsland als meest ontwikkelde land zit nu hier. En we weten eigenlijk niet precies hoe dat nu verder gaat. Dus dat zijn wel verwachtingen voor, zijn wel modellen voor. En hier Indonesië, een semi-perifeer land. En Gambia. Dus ook de demografie volgt eigenlijk de economische ontwikkeling. Ook de demografie volgt het centrum, semi-periferie, een periferie model. En hier zie je ook de, even kijken, hier zie je de veranderingen in cultuur. Hè? De verbeterde positie van vrouwen is echt een culturele verandering. Dit is een economische en een onderwijs, een zorg. En veel dingen spelen hier een rol. Nou, die moet je beheersen tot op zekere hoogte. Hè? Voor de toets, er komen vragen over. Nou, tegelijkertijd zie je dat ook in bevolkingsdiagrammen. Hè? Daar kan je het terugzien. Hier was het nog een hoge bevolkingsgroei. Dus er zijn veel kinderen, er zijn nog weinig ouderen. Hier begint dat dan een beetje in evenwicht te raken. Dit noem je dan een granaat. En de urn Duitsland met te weinig jongeren, waardoor op een gegeven moment hier te weinig werkenden zijn en te veel ouderen. Hier zou je kunnen zeggen, hier vindt ontgroening plaats. Dit stukje is de ontgroening. En dit is dan de vergrijzing. Dus met die combinatie van het vorige en deze kan je heel goed de demografische ontwikkelingen beschrijven. En je kunt ze heel goed verklaren door economische, culturele ontwikkelingen. Kijk, hier staat het nog een keer, een typering van de economie. Hè. Dit zijn allemaal economische factoren, maar jij moet op de toets ook vanuit andere dimensies dit kunnen verklaren. Jij moet dit ook vanuit de cultuur of de politiek kunnen verklaren. En of de demografie, die mag je er ook bij halen. Ja, wie spelen nou een belangrijke rol erin? Of liever gezegd, wat? Nou, dat zijn de multinationale ondernemingen. Die zijn aan het verplaatsen van hun industrie. Maar ik vind McDonald's een beetje een ongelukkig voorbeeld. Het is echt een idee, een bepaald recept wat zich verspreid heeft over de wereld. Het is gedifferentieerd, diffusie over de wereld. Het is een multinationaal bedrijf omdat het op verschillende plekken zit. Maar het is niet een gelukkig voorbeeld. We kunnen beter naar Boeing kijken of een autofabrikant. Daar zie je echt de globalisering en de internationale arbeidsverdeling duidelijk in terug. He, er zijn bepaalde onderdelen die wat ingewikkelder zijn, zoals het landing gear en hier de, even kijken, de engines en zo. Die worden dan in de centrumlanden gemaakt, maar er worden ook allemaal dingen in perifere landen gemaakt. Het zijn toch vooral centrumlanddingen die hier gemaakt worden. Maar het aluminium wat hiervoor gebruikt wordt, dat komt weer uit een ander land. En wat dat betreft is dit duidelijk een internationale onderneming geworden, omdat de specialisatie Japanse bedrijven, Amerikaanse bedrijven, Europese bedrijven dragen allemaal hieraan bij.
En in die zin een goed voorbeeld, maar niet een heel goed voorbeeld van het centrum-periferie model, maar wel een heel goed voorbeeld van wat multinationale ondernemingen doen. Nou, cultureel is natuurlijk ook iets gaande. Hè. Eigenlijk wordt alles gaat steeds meer op elkaar lijken. Dus naarmate je meer in de centrumlanden komt, dan krijg je dat het allemaal een beetje hetzelfde is. Dat er veel Amerikaanse en verwesterde dingen zijn, producten, voedsel. En dat kan je ook gebruiken om het verschil te beschrijven. Want in de perifere landen zijn ze nog traditioneler. En in de semi-perifere is het altijd een overgang. En ook dat wordt, denk ik, heel goed hier weergegeven. En dan tenslotte hebben wij nog specifiek gezegd het artikel van de correspondent over manipulatie hè, van jouw opinie over migranten. Dat je met een kaartje links denkt, oh god, het is oorlog, we worden overspoeld. En dat je met een kaartje zoals rechts denkt van, oh ja, ik zie het, er zijn heel veel migranten, maar dat zijn arbeidsmigranten. En de vluchtelingen, dat is maar een klein onderdeel. Nou, daar moet je zelf goed uitkomen, daar moet je zelf een verhaal van maken, zelf doen. Het is in de klas behandeld, heb je dat gemist, dan moet je even de link zoeken op je mail en dan kan je het correspondentartikel lezen. En dat manipulatie niet alleen in Europa plaatsvindt, dat zie je aan dit kaartje, want hier zie je hoe Mexicanen Amerika aan het infiltreren zijn, wat natuurlijk ook niet waar is. Dus nou, tot zover dit filmpje, ik hoop dat het helpt en doe je best, bereid je goed voor, haal goed cijfer en dan gaan we in de tweede periode met deze stof ook min of meer verder verdiepen.